Anne Frank School geopend in Brazilië? Geen idee. Wie is er onlangs op zijn 78ste weer verliefd geworden? De Duitsers hebben niet 6 miljoen Joden vermoord, maar ze hebben 6 miljoen maal 1 Jood vermoord. Wie heeft er in zijn leven 140 gezelschapsspellen verzonnen en is er nog lang niet mee klaar? En dat is verschrikkelijk leuk. Het is echt zo. Wie heeft, mede door zijn oorlogsverleden, zo'n gevoel voor onrecht dat hij nog dagelijks bijna politici over de hele wereld bestookt met brieven? Toen heb ik een maand lang van verdriet niet kunnen praten. Toen had ik begrepen dat Dieneke vergast was. Van mijn vader en mijn broer wisten we niets. Dit is een hele bijzondere aflevering van de Reunie. Want wij hebben vandaag een reunie van de klasgenoten van Anne Frank. Een bijzondere foto uit 1941. De klas van Anne Frank. De Montessori-school en het Joods Lyceum uit Amsterdam. 40 jongens en meisjes met nog een heel leven voor zich. Jaap bijvoorbeeld, toen alleen maar met voetballen bezig. Zou je er nog steeds van houden? En Maurice, volgens Anne Frank haar aanbidder. Hoe zit het met hem? En Annie en Letty, de een Joods, de ander niet. Dus verboden de Duitsers hun vriendschap. Zouden ze nog steeds beste maatjes zijn? Kortom, de klas van Anne Frank, 68 jaar later. We hebben het over twee klassen, namelijk de laatste klas van de 6e Montessori-school uit Amsterdam-Zuid en de eerste klas van het Joods Lyceum uit 41 en 42. Ja. 21 van jullie vriendjes en vriendinnetjes hebben de oorlog niet overleefd. 15 van jullie zijn hier in goede gezondheid. Ontzettend welkom. We hebben afgesproken dat ik mag tutoyeren, hè, klas, omdat jullie dat onderling ook doen. Dat is geen gebrek aan respect voor jullie leeftijd. Laten we het eens over vroeger hebben. We beginnen met de lagere school, de 6e Montessori-school. In Amsterdam-Zuid, daar zaten Joodse en niet-Joodse kinderen door elkaar heen. Net als nu in de klas, gelukkig. Rolf, de directrice, mevrouw Cuperis, die was ook wel streng, geloof ik, hè? We hebben net uitgemaakt dat ze streng was en rechtvaardig. Ah. Of streng maar rechtvaardig. Streng maar rechtvaardig. Als ze de klas uitging, werd er wel eens geketend in die klas. En dan op een gegeven moment verscheen in het raampje boven de kachel, verscheen haar hoofd. En was meteen muisstil. Dus iedereen is echt rotgeschrokken. Zoveel autoriteit. Zoveel autoriteit. Ze hoeft alleen maar te kijken. We waren gewoon bang van haar. Ze hoeft alleen maar te kijken. Ja. Ja. Maar het was wel het soort ouderwetse onderwijs toch van rijtjes leren, topografie en zo. Nee. Maar daar hebben we anders dan toch wel een foto van jullie tweeën, Appie en Sally. Wie was Appie en wie was Sally? De kleine... Sally was de gezellige dikkerd. Oh ja, ja, die kant, ja. En jij was de donkere linker. Ja, ja. Het was wat denk je nou als je die foto zo ziet? Ik wou weer... Nou nee, ik wil niet meer 6 of 10 zijn, maar het is een mooie tijd. We gaan het over de poesiealbums van de meisjes in de klas hebben. Wie hebben allemaal een poesiealbum nog? Beb, Jacqueline heeft hem nog. Ze hebben hem hier. Ja, ik heb hem. Ja, van jou weet ik het, ja. Van Anne Frank staat er ook in. Ja. Je andersom... Ja, maar ik zal hem eerst voorlezen zoals je hem leest. Als je hem leest. Want ja. hij is heel venijnig dan. Ja, dan is hij venijnig. Ja, want dan staat er: beste Beb, ik wens je heel je leven veel onheil, ramp en smart. En dat je nooit geniet de ware rust des hart. En dat je in heel je leven door onheil wordt bezocht. Ja. Toen dacht jij dat je dat las. Nou ja. Ja, maar dan moet 1 bij 3 en 4 en zo. Ja, dat zag ik ook pas de tweede keer, want er staan hier cijfertjes dat je het anders moet lezen. Ja. Een kattenkop was het. Hoe kan ze dat zo bedenken? Ja, prachtig. Zal ik hem voorlezen zoals die hoort gelezen te worden? Dan is het namelijk: beste Beb, ik wens je heel je leven de ware rust des hart. En dat jij nooit geniet veel onheil, ramp en smart. Dus juist niet. Dat je in heel je leven door God gezegend wordt en dat je nimmer meer door onheil wordt bezocht. Ik wens je dus voor het laatst hetgeen je zalig is en dat je nooit geniet een eeuwige droevenis. Door mij geschreven, door mij gedaan. Anne Frank, zo is mijn naam. Ja. Mooi, hè? Ja, leuk, hè? Ja. Maar hoe was zij nou in de klas? Was ze gewoon... Heel gewoon. Ja? Ze had toen ook al op school had ze ook al een dagboek. Ja? Ja. En wat wou jij zeggen, Appie? Dat er niets, tenminste van de mensen die ik gesproken heb uit die klas, dat er niets te merken viel van een talent. Nee. Ik geloof dat ze ons één keer gezegd heeft dat ze kinderverhalen heeft geschreven. Ja. Maar van de diepgang, niet alleen dat ze schrijven kon, maar van de diepgang. Ja. Van de ernst, van de zelfkritiek, van haar kennis. Ik bedoel, ik weet niet of u weet, er is een boek met mooie citaten. Het heet niet precies zo, is uitgegeven.
En dan Tolstoj, dat was 14, 15 jaar. Tolstoj, Dostojevski, dat had ze gelezen. Zo. Lezen was niet genoeg. De dingen die ze eruit haalden, waren relevant voor het ogenblik zelf. Ja. Dat was niet te merken. Nee. Wij zijn overigens weer terug geweest naar de school met André. Want André, jij was de knikkerkoning op de Montessori. En laten we maar eens kijken, want er is een deel van de school is nog helemaal in oude staat. Maar we wilden natuurlijk ook even van jou alle ins en outs horen over hoe nou met knikkeren, met haken en toestanden allemaal precies in de weer ging destijds. Kijk, zo hier zit dit. Ja? Dat noemden we vroeger een kaak. Kaak? Als je dan hier je knikkers had staan, ja? Dan, en ze loerden zo van de stoeprand af. Dan ging hij hup en dan kwam die nooit, kon hij nooit je knikkers meer raken. En dan riep je, altijd raak, zonder kaak, maar er zat wel een kaak. Oh, en dan, die zag je dan kun je, ja, nou, dan, je moet opletten. En als, of je een kans hebt om die knikkers te raken, maar als hier net een kaak zit, dan gaat hij springen en dan lukt het niet. Ja, een prof knikkeraar ben jij. Ja, dat was ik, ja. Voor we de knikkerkunsten van André mogen bewonderen, gaan we terug naar zijn oude school. André was 8 toen hij bij Anne Frank in de klas zat. Het lokaal is nog precies hetzelfde als toen. En zag je dan gedurende de oorlog steeds meer kinderen uit jouw klas verdwijnen? Ja, ja. Ja, hoofdzakelijk ook uit de klas, maar ook uit de straat. Ja, want dat maakte hij het meeste mee. De kinderen werden niet uit school gehaald. De kinderen werden uit hun huis gehaald. En er woonden in mijn straat nou, misschien wel 40% Joodse gezinnen. Maar was je dan niet bang om naar huis te gaan? Of was je niet bang dat jou dat ook kan overkomen? Nee, in het begin had het die klank nog niet. Er was een heel raar fenomeen. Als je wel eens van zo'n kind hoorde van dat ze een bericht hadden gekregen dat ze weggingen, dan leek het wel alsof ze een beetje opgewonden waren. En dan denk je, oh, wat gaan die beleven, weet je? Dan was je voelde bijna een soort jaloezie eigenlijk. Van, ja, wat zij gaan meemaken, dat maak ik niet mee. En dat is in bizar. Ja, dat is bizar. Ja. Dat had ik in het begin. Later niet meer natuurlijk, toen wist je wel beter. Maar als kind van, wat was ik toen? 10, 11 of zo. Had je dat. Als we door de school lopen, komen we ook bij de gedenkplaat met de namen van de overleden schoolgenoten. Ken jij je namen? Waarschijnlijk wel, hè? Ik kan het nu niet zo goed bekijken. Nee, dan raak je te veel. Wat denk je dan als je dit ziet? Ze hebben wel eens gezegd, de Duitsers hebben niet 6 miljoen Joden vermoord, maar ze hebben 6 miljoen maal 1 Jood vermoord. En dan gaat het anders. Klinkt het anders. Ja. Maar dat is het rare bij mij, dat je hier realiseert hoe goed het om kinderen ging. Ja. Op het schoolplein wordt André overvallen door kinderen die van alles willen weten over Anne Frank. Hij moet zelfs handtekeningen uitdelen. Wat is voor meisje is Anne Frank? Een lief meisje. Net als alle meisjes hier, hè? Ja. Zijn allemaal lief. Ik lijk Federer wel. Ik ja, denk ik. Ja. Waar kwam jouw fascinatie voor knikkers vandaan? Ja, dat was een spelletje wat je als kind deed. Iedereen deed het. We zaten hier, zeg maar van hier tot daar, misschien wel 80 kinderen te knikken. Oh, ja?
En de ene riep... Maar dat kon je wel aankomen in de oorlog. Het was net een markt. De ene riep altijd raaks om de kaak. En de andere riep weer wat anders om kwanten te trekken. En die gingen loeren. Ja. Kunnen we er niet... Ik wil je natuurlijk wel even zien knikken. Nou goed, dan moet je dus zeggen dat dit is de stoeprand. Is dit de stoeprand? Dan moet je 9 tegels aftellen. Ja. 1, 2. Nee, je begint niet goed. Oh, sorry. 1. Ja, maar dit is een halve. Oh, ja, die moet een hele beginnen. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Oh. Nou, het gaat niet verder. Totaal anders doe jij het, hè? Ja. Ja. Hoppakee. Ongelooflijk, hè? Hij kan het gewoon nog. Kijk dan. Het gaat erin te grijzen. Nou, allemaal voor jou. Zullen je kleinkinderen blij mee zijn? Ja. Hè? André herinnert zich nog goed dat de Joodse families uit de buurt worden opgeroepen voor transport naar de kampen. Als de kinderen nou hoorden van hun ouders dat ze de volgende dag weggingen, dan gingen de kinderen met hun knikkers die avond daarvoor strooien, noemen ze dat. Dan gooiden ze de knikkers die ze hadden, gooiden ze door de straat heen. Omdat ze daar toch niks meer aan hadden. En dan gingen alle andere kinderen die er nog waren, die gingen erachteraan rennen. Om die knikkers op te rapen. En dan werd er overdag al meegedeeld. Ja, vanavond gaat Frida Kattenburg heette ze. Vanavond gaat Frida strooien. Nou, dan wist je al hoe laat het was. En wat is van Frida terechtgekomen? Nooit meer iets van gehoord. Het is een raar idee dat er zoveel mensen uit je klas verdwenen zijn. Ja. Ja. Hoop zit er vast aan het knikkeren dan, hè? Ja. Het is zo jammer dat zoiets onschuldigs door zo'n oorlog dan toch nog zo'n zware klank krijgt. Hè? Ja. Als je teruggaat in je herinneringen, daar zitten die dingen nog, weet je. Ja. Maar over het algemeen vind ik het leven heel fijn. Nou, dat is wel duidelijk. En je hebt net weer een zooi knikkers van me gewonnen, dus... ja, ik ga ze maar volgens mij is er met jou niks aan de hand. Ik heb het al gezien. André, even over hoe het jou na de oorlog is vergaan. Want jij hebt je liefde voor knikkers niet op kunnen geven, volgens mij. Oh. Dan moet je gelijk weer bij lachen. Ja. Kijk, daar staat hij. Ik heb een kralenwinkel gesticht in Amsterdam. Een? Kralenwinkel. Oh, dat lijkt er bijna op. Ja. Ja. Alleen zit er een gaatje in. Precies. Ja. Ja. Oh, nou, en jouw dochter heeft hij nog, toch? Mijn schoondochter. Of je schoondochter. Dat heb ik nooit geweten. En even de beginvraag. Wie er verliefd is, ben jij toch? Ja. Hoe lang is het nou aan? Nou, 3 maanden. Ja. Maar helemaal... Ja, ik heb weer een jonge blom. 62. Oh, een jonge blom? Je hebt echt een jonge blom? 62? Ze ziet er jonger uit, hoor. Ook nog? Ja, dat doen jullie allemaal. En ze wist vast niet hoe oud ik was. Dus. Nee. wat wij ook altijd in de reunie, in de gewone afleveringen doen... is een rapport van het leven opmaken. Hoe staan ze erin? Wat hebben ze bereikt? Hoe gaat het met ze? Dat hebben we bij jullie ook gedaan. Jullie hebben geheel anoniem, zoals gebruikelijk, een enquête ingevuld. Daar blijkt het volgende uit. 14 van jullie zijn na de oorlog getrouwd. Dat is veel. En 6 zijn inmiddels alweer weduwe of weduwnaar. En 1 is er single. Jullie hebben met elkaar 22 kinderen. En vind ik opzienbarend, ondanks de oorlog... zijn er 8 van jullie nog gaan studeren. En hebben hun studie ook afgemaakt. En nog merkwaardiger, 8 van jullie werken er nog. Op jullie leeftijd. Ik vind het bijzonder. De helft van jullie is geëmigreerd. Alle windstreken. Brazilië, Israël, Canada. Jullie zijn allemaal liefhebber, heel opvallend ook... jullie zijn allemaal liefhebber van klassieke muziek. Ik vraag naar de muziekkeuze, kwam een hele lijst met componisten en solisten... maar allemaal klassieke muziek. We hebben ook jullie gevraagd, hebben jullie het gevoel dat je droom hebben waargemaakt? En de meesten zeggen, ja, we hebben onze droom waargemaakt. En jullie zijn gelukkig ook niet gestopt met dromen op jullie hoge leeftijd. Jullie dromen nog steeds van gezondheid op de oude dag. Dan denk ik, ik ben benieuwd wanneer die dan komt, die oude dag. Maar ik vind het prachtig. Jullie dromen ook heel erg van geluk voor je kinderen. Logisch natuurlijk. En eentje zegt, ik droom van vrede. Dat vind ik een prachtige droom. En de meerderheid, we hebben gevraagd aan jullie, wat is het leven, jongens? Overkomt het je?
En met jullie verleden zou je zeggen, jullie zullen allemaal zeggen, het leven overkomt, je kan je soms niks aan doen. Nee hoor, de meerderheid zegt, het leven is nog steeds een vat vol keuzes. Hele optimistische mensen zijn jullie. En jullie geven het rapportcijfer, het hoogste wat we ooit gehad hebben, 9 min. Niemand lager dan een 7, niemand is ontevreden. En er zijn een aantal die geven het leven zelfs een 10. Vind je dat mooi niet, Theo? Heel mooi, maar 10 is alleen maar voor God. Ja, dus jij hebt geen 10. Wat heb jij gegeven? 9 plus. Dat is ook wel heel hoog. Een hele tevreden klas zijn jullie. Ik vind het prachtig. We gaan terug naar het dagboek van Anne. Op een gegeven moment mochten Joodse en niet-Joodse kinderen niet meer bij elkaar over de vloer komen. Anne schrijft er iets over in het dagboek. Want de Joodse anti-Joodse wetten werden er steeds meer. Even eens afzoeken hoor. Ja, hier. Jodenwet volgde op Jodenwet en onze vrijheid werd zeer beknot. Joden moeten een Jodenster dragen. Joden moeten een fiets afgeven. Joden mogen niet in de tram. Joden mogen niet in een auto. Alleen van 15 tot 17 uur boodschappen doen. Alleen maar naar een Joodse kapper. Joden mogen vanaf 8 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends niet op straat. Ze mogen zich niet in schouwburg, bioscopen en andere voor vermaak dienende plaatsen ophouden. Niet naar een zwembad, niet naar een tennis, hockey of andere sportplaats. Niet roeien. Ze mogen na 8 uur 's avonds niet meer in hun eigen tuin zitten. En zo ging ons leventje door. En we mochten dit niet en dat niet. Joden moeten naar Joodse scholen gaan, al dergelijke meer. Jackie zei tegen altijd tegen mij, ik durf niets meer te doen, want ik ben bang dat het niet mag. Jacqueline, dat ben jij toch, die Jackie? Jackie. Oh, Jackie. Ja. Oh, oké, ja, dan lees ik het verkeerd. Ja, ik herinner me helemaal niet dat ik dat gezegd heb, maar dat is natuurlijk wel zo. En ik wist namelijk, ik las niet al die bepalingen. Dat waren zulke lijsten. En dan dacht ik, nou, dit of dat zal wel weer niet mogen. Dat is eigenlijk mijn eigen uitleg daarvan. Ja. Maar wat jullie mochten niet meer buiten spelen. Wat deden jullie dan? Wij begonnen natuurlijk in... we zaten op die school in oktober. Want toen waren die scholen pas opgericht, die Joodse scholen. En toen werd het langzamerhand koud, dus we waren toch veel binnen. Maar en dan deden we spelletjes en ja, Anna had dus hobby's. We hadden allebei dezelfde hobby van briefkaarten sparen. En zij vond filmsterren fantastisch. En die knipten we dan samen uit. Uit die krantjes die je dan toen had, Libellen en nog zo'n filmkrant. We waren allemaal van die UvA-sterren natuurlijk. Even over dat Joodse kinderen niet meer met niet-Joodse kinderen om mochten gaan. Annie, jij mocht niet meer bij Letty thuiskomen. Nee. En van wie mocht dat dan niet? Zeiden die ouders dat? Of dat was gewoon die bepaling? Nee, dat was een regel van de moffer. Ja, maar zeiden die ouders dan ook van, joh, doe dat maar niet? Of daar werd gewoon niet over gesproken? Ze deden net of ze het niet zagen. Nee, en je ging stiekem toch? Ja. Ja. En wat deden jullie dan? Gewoon kletsen. Ja, gewoon. Lang, ja. Ja. Maar het lijkt mij het ergste wat er is als je een meisje van 13 bent op zo'n moment. Je mag een heleboel dingen niet, maar dat je vriendinnetjes niet meer langs mogen komen. Ik bedoel, als je deze foto's ziet, deze meisjes willen gewoon lekker met elkaar spelen, punt. Ja. Nou, het was niet het ergste. Ik kan niet zeggen dat het ergste was. Alles was erg. Ja. Ja, Annie is me altijd op komen zoeken. En ze was zo trouw en zo lief. En ik heb... Nou ja, een heel dierbaar plekje met haar voor aan. Ja. Maar ik kon natuurlijk ook alleen maar door de achterdeur naar binnen. Ze hadden gelukkig een achterdeur. Oh, dan ging je stiekem naar binnen? Oh, okay. Ja, dat herinner ik me niet meer. En de voordeur was veel te opvallend natuurlijk. Want dan konden ze zien dat er iemand naar binnen ging. Ja. Maar dierbare herinnering. En wie ging... Ja, Danka? Nou, ik wou nog iets melden. Ja. Het was zo dat... Op een gegeven moment was je verplicht om naar een Joodse school te gaan. Ik moest naar het Joods Lyceum gaan. Ik heb na de oorlog... Dat ben ik. Ja, dat ben jij. Ja, dat klopt. Wat een schattig meisje. Ja, toen, nog wel. Toen nog wel. Vind je jezelf nog schattig als je je zo terugziet? Jawel. Ja, toch wel. Maar wat wou ik nou zeggen? Daar ben je van me opgehoord. Ja, een Joodse school. Ik moest dus naar een aanzegging dat je dus naar de Joodse school moet. En ik wou even melden dat dat geen Duitse beslissing is geweest. En ik vind dat iedereen dat eigenlijk hoort te weten. Dat is een beslissing geweest van de gemeente Amsterdam. Zo. Oké. Okay. Dat omdat steekt jou nog steeds dat het niet van de Duitsers is gekomen. Dat of maakt verbaast het me. Ja. Dat was het enige wat ik niet verwacht had. Kijk, dat die Duitsers dat besloten, dat vind je op een gegeven moment zelfs vanzelfsprekend. Ja, dat lijkt me ook zo erg dat je dat vanzelfsprekend gaat vinden. Nee, ja, goed, maar het paste in hun systeem. Ja. En, ik denk dat Danka ook het statement even wil maken dat dus de Nederlanders ook mee geholpen hebben. Bedoel je dat? Ik wil het statement maken dat niemand deugt.
Daar worden we niet heel vrolijk van. Maar wij zijn 22 scholen in die tijd opgericht. En niemand heeft ooit gevraagd waarom is dat nodig. Nee. Maar het kwam wel... Want Annelie, jij ging met Anne naar één klas. Of jullie, wie zaten er allemaal toen bij elkaar in de klas? Wij, alle vier. Ja? Ja, dit was... Ja. Twee. Ja. Je hebt de Montessori-school. Nee, de Montessori-school, ja. Wij alle vier. Ja. Ja. En hoe was dat Joods Lyceum? Ik herinner me kort. Nee. Kort? Ja, ja. Maximaal geloof ik een jaar. Ja. Iedere keer als je kwam waren er minder kinderen. Nou ja, ik bedoel, het Joods Lyceum is wat voor mij als kenmerk over is gebleven. Dat je weer in die klas kwam en dat er weer minder kinderen waren. Daar werd niet over gepraat. Nee? Geen woord. Ook raar eigenlijk. In september 42... verdween Anne Frank ook van jullie school. Die dook onder. En Jacqueline, als ik goed heb, jij hebt na de oorlog nog een afscheidsbrief van haar gehad, hè? Ja, dat was heel bijzonder, want die brief die had ze dus toen ze ging onderduiken aan mij geschreven. Dat hadden wij elkaar beloofd, dat we een afscheidsbrief zouden schrijven als een van ons weg zou moeten. We begrepen eigenlijk, we hadden eigenlijk niet helemaal door wat dat dan zo was, maar we wisten dat natuurlijk toch wel zo'n beetje. En ik ben nog in haar huis geweest om te kijken of die brief daar lag. Die lag daar niet. Daar was ik heel teleurgesteld over. Maar na de oorlog kwam de vader van Anne bij mij en die gaf mij die brief. Ja. En dat was niet de originele brief. Zij heeft namelijk in september is ze die brief aan mij gaan overschrijven in haar dagboek. En daar, ze heeft nog een tweede brief geschreven. En dat daarin begint ze te zeggen, dank je wel voor je brief. Maar die heb jij nooit geschreven. Die heb ik helemaal niet geschreven. Maar ze was blijkbaar zo eenzaam dat zij dat gewoon toch wilde doen. En ja. Ik was ook heel blij met die brief, want op het eind schrijft ze dan, ik hoop dat we tot ik terugkom altijd beste vriendinnen zullen blijven. En ja, dat deed mij wel wat. Ja. Een aantal, Annelie, jij bent natuurlijk toen ze verdwenen was bij haar langs gegaan. Want... Wij waren samen, Jacqueline en ik. Ja. Ja, en jij woonde in hetzelfde portaal, geloof ik zelfs. Wat zegt u? Jij woonde in hetzelfde portaal. Daarnaast. Ja, dus jij bent nog aanwezig bellen, maar geen gehoor. Geen gehoor. En toen kwam die meneer die bij hun woonde, meneer Goudsmit, naar beneden. En die vroeg ons, wat willen jullie? We hebben vakantie, we komen spelen met Anne. Zegt die, weten jullie niet? De familie Frank zijn naar Zwitserland. Ja. En nu weten we allemaal, zij waren niet naar Zwitserland, maar zij wilden dat verbreiden. Ze hebben gehoopt, dan gaat geen Duitser hun zoeken als zij naar Zwitserland zijn. Ja. Dit zijn de enige bewegende beelden van Anne. Dit is Merwedeplein, hè, waar jullie allemaal wonen. Een van de laatste filmen. Die had een buurman van een bruiloft gemaakt en bij toeval keek Anne uit het raam. Ja. En Nanette, jij kwam haar 3 jaar later tegen in Bergen-Belsen. Ja, ik ben de laatste geweest die van die klas die haar nog omhelst heeft in Bergen-Belsen, februari 1945. En toen vertelde ze mij dat ze dat dagboek door had geschreven terwijl ze ondergedoken was. En dat ze dat dagboek eigenlijk niet wilde uitgeven. Ze wou dat gebruiken als de basis van een boek. Maar wij wisten beide natuurlijk niet dat Miep Gies ooit dat boek aan haar vader zou geven. Ja. Annelie, jij hebt haar niet meer gezien, maar nog wel ontmoet. Hoe ging dat dan? Ik kan me niet zeggen. Wij waren in 2 verschillende kampen. En daar was een prikkeldraad en zo stro ertussen. Dus we konden elkaar niet zien. En boven waren wachttowers. Uitkijktorens. Met soldaten en een riffel. En we mochten ook niet bij dat prikkeldraad komen. En iemand heeft me verteld, je vriendin Anne Frank zit daar. Dus ben ik zo ver als ik kon naar dat prikkeldraad toegegaan. En na 5 minuten kwam Anne. Ten eerste hebben we gehuild. En ik zeg, hoe kom jij hier? Ik had gehoopt, je bent in Zwitserland en eet chocolade met je grootmoeder. En toen zegt ze, we zijn nooit naar Zwitserland gegaan. We waren in het bureau van mijn vader ondergedoken. En we zijn verraden worden. En toen vroeg ze of ik met een beetje eten helpen kan. En dat was de eerste keer dat wij hadden paspoort van Zuid-Amerikaans land, een pakje kregen van het Rode Kruis. De eerste keer na 2 jaar. Het is de plicht van het Rode Kruis mensen te helpen. En na een paar dagen hebben we elkaar dus weer ontmoet. En ik heb zo een klein pakje over het prikkeldraad gegooid.
En ik hoor Anne schreeuwen en huilen. Wat is er aan de hand? Ik kon haar niet zien. Het was donker en de prikkeldraad was hoog. En er waren honderden hongerige vrouwen. Een andere vrouw had het opgepakt, weggerend ermee. Toen moest ik haar kalmeren en ik heb beloofd, we doen het nog een keer. We hebben het nog één keer gedaan. En deze keer heeft ze het pakje opgevangen. Maar het was de laatste keer, want toen stierf mijn vader en toen ben ik een paar dagen niet gaan zoeken. En toen ik weer kwam, was alles leeg. En zij was in Bergen-Belsen, maar dat was een reuze groot kamp. En zij was ergens anders. Integendeel, toen ik terugkwam en meneer Frank heeft me verteld, ze is gestorven in Bergen-Belsen. Want ik zeg hem, weet je, misschien leeft je dochter ergens in Duitsland. Ik heb haar in februari niet gezien, maar gesproken. Anne Frank school geopend in Brazilië. Geen idee. Wie is er onlangs op zijn 78ste weer verliefd geworden? De Duitsers hebben niet 6 miljoen Joden vermoord, maar ze hebben 6 miljoen maal één Jood vermoord. Wie heeft er in zijn leven 140 gezelschapsspellen verzonnen en is er nog lang niet mee klaar? En dat is verschrikkelijk leuk. Het is echt zo. Wie heeft, mede door zijn oorlogsverleden, zo'n gevoel voor onrecht? Anne Frank school geopend in Brazilië. Geen idee. Wie is er onlangs op zijn 78ste weer verliefd geworden? De Duitsers hebben niet 6 miljoen Joden vermoord, maar ze hebben 6 miljoen maal één Jood vermoord. Wie heeft er in zijn leven 140 gezelschapsspellen verzonnen en is er nog lang niet mee klaar? En dat is verschrikkelijk leuk. Het is echt zo. Wie heeft, mede door zijn oorlogsverleden, zo'n gevoel voor onrecht dat hij nog dagelijks bijna politici over de hele wereld bestookt met brieven? Toen heb ik een maand lang van verdriet niet kunnen praten. Toen had ik begrepen dat Dieneke vergast was. Van mijn vader en mijn broer wisten we niets. Dit is een hele bijzondere aflevering van de reunie. Want wij hebben vandaag een reunie van de klasgenoten van Anne Frank. Een bijzondere foto uit 1941. De klas van Anne Frank. De Montessori-school en het Joods Lyceum uit Amsterdam. 40 jongens en meisjes met nog een heel leven voor zich. Jaap bijvoorbeeld, toen alleen maar met voetballen bezig. Zou je er nog steeds van houden? En Maurice, volgens Anne Frank haar aanbidder. Hoe zit het met hem? En Annie en Letty, de een Joods, de ander niet. Dus verboden de Duitsers hun vriendschap. Zouden ze nog steeds beste maatjes zijn? Kortom, de klas van Anne Frank, 68 jaar later. We hebben het over twee klassen. Namelijk de laatste klas van de 6e Montessori-school uit Amsterdam-Zuid. En de eerste klas van het Joods Lyceum uit 41 en 42. Ja. 21 van jullie vriendjes en vriendinnetjes hebben de oorlog niet overleefd. 15 van jullie zijn hier in goede gezondheid. Ontzettend welkom. We hebben afgesproken dat ik mag tutoyeren, hè, klas, omdat jullie dat onderling ook doen. Dat is geen gebrek aan respect voor jullie leeftijd. Laten we het over vroeger hebben. We beginnen met de lagere school, de 6e Montessori-school. In Amsterdam-Zuid, daar zaten Joodse en niet-Joodse kinderen door elkaar heen. Net als nu in de klas, gelukkig. Rolf, de directrice, mevrouw Cuperis, die was ook wel streng, geloof ik, hè? We hebben net uitgemaakt dat ze streng was en rechtvaardig. Ah. Of streng maar rechtvaardig. Streng maar rechtvaardig. Als ze de klas uitging, werd er wel eens gekeet in die klas. En dan op een gegeven moment verscheen in het raampje boven de kachel, verscheen haar hoofd en was meteen muisstil. Dus iedereen is er rot geschrokken. Zoveel autoriteit. Zoveel autoriteit. Ze hoeft alleen maar te kijken. We waren gewoon bang van haar. Ze hoeft alleen maar te kijken. Ja. Maar het was wel het soort ouderwetse onderwijs toch van rijtjes leren, topografie en zo? Nee, helemaal niet. Nee? Maar daar hebben we anders dan toch wel een foto van jullie tweeën, Appie en Sally. Wie was Appie en wie was Sally? De kleine... Sally was de gezellige dikkerd. Oh ja, ja, die kant, ja. En jij was de donkere linker. Ja. Ja. Het was wat denk je nou als je die foto zo ziet? Ik wou weer... Nou, ik wil niet meer 6 of 10 zijn, maar... Het is een mooie tijd. We gaan het over de poesiealbums van de meisjes in de klas hebben. Wie hebben allemaal een poesiealbum nog? Beb, Jacqueline heeft hem nog. Ze hebben hem hier. Ja, ik heb hem. Ja, van jou weet ik het, ja. Van Anne Frank staat er ook in. Ja. Ja, andersom. Ja, maar ik zal hem eerst voorlezen zoals je hem leest. Als je hem leest. Want ja. hij is heel venijnig dan. Ja, dan is hij venijnig. Ja, want dan staat het beste Beb. Ik wens je heel je leven veel onheil, ramp en smart. En dat je nooit geniet de ware rust des hart. En dat je in heel je leven door onheil wordt bezocht. Ja. Toen dacht jij dat je dat las. Nou ja,
Ja, maar dan moet 1 bij 3 en 4 en zo. Ja, dat zag ik ook pas de tweede keer, want er staan hier cijfertjes dat je het anders moet lezen. Ja, een kattenkop was het. Hoe kan ze dat zo bedenken? Ja, prachtig. Zal ik hem voorlezen zoals die hoort gelezen te worden? Dan is het namelijk beste Beb. Ik wens je heel je leven de ware rust des hart. En dat jij nooit geniet veel onheil, ramp en smart. Dus juist niet. Dat je in heel je leven door God gezegend wordt en dat je nimmer meer door onheil wordt bezocht. Ik wens je dus voor het laatst hetgeen je zalig is en dat je nooit geniet een eeuwige droevenis. Door mij geschreven, door mij gedaan, Anne Frank, zo is mijn naam. Ja. Mooi, hè? Ja, leuk, hè? Ja. Maar hoe was zij nou in de klas? Was ze gewoon... Heel gewoon. Ja? Ze had toen ook al een... Op school had ze ook al een dagboek. Ja? Ja. En wat wou jij zeggen, Appie? Dat er niets, tenminste van de mensen die ik gesproken heb uit die klas... dat er niets te merken viel van een talent. Nee. Ik geloof dat ze ons één keer op mij één keer gezegd heeft... dat ze kinderverhalen heeft geschreven. Ja. Maar van de diepgang, niet alleen dat ze schrijven kon... maar van de diepgang, ja, van de ernst, van de zelfkritiek... van haar kennis. Ik weet niet of u weet, er is een boek met mooie citaten... het heet niet precies zo, is uitgegeven... En daar Tolstoj, ze was 14, 15 jaar. Tolstoj, Dostojevski, dat had ze gelezen. Zo. Lezen was niet genoeg. De dingen die ze eruit haalde, waren relevant voor het ogenblik zelf. Ja. Dat was niet te merken. Nee. Wij zijn overigens weer terug geweest naar de school. Met André. Want André, jij was de knikkerkoning op de Montessori. Ja. En laten we maar eens kijken, want er is een deel van de school is nog helemaal in oude staat. Maar we willen natuurlijk ook even van jou alle ins en outs horen over hoe nou met knikkeren, met haken en toestanden allemaal precies in de weer ging destijds. Kijk, zie je ziet dit? Ja. Dat noemden we vroeger een kaak. Kaak? Als je dan hier in je knikkers had staan, ja, dan ze loerden zo van de stoeprand af. Dan ging je hup en dan kon hij nooit je knikkers meer raken. En dan riep je... Altijd raak, zonder kaak. Maar er zat wel een kaak. Oh, en dan, die zag je dan kun je, ja, nou, dan, je moet opletten. En als... Of je een kans hebt om die knikkers te raken. Maar als hier net een kaak zit... Dan gaat die springen en dan lukt het niet. Ja, een prof knikkeraar ben jij. Ja, dat was ik, ja. Voor we de knikkerkunsten van André mogen bewonderen... gaan we terug naar zijn oude school... André was 8 toen hij bij Anne Frank in de klas zat. Het lokaal is nog precies hetzelfde als toen. En zag je dan gedurende de oorlog steeds meer kinderen uit jouw klas verdwijnen? Ja, ja. Ja, hoofdzakelijk ook uit de klas, maar ook uit de straat. Ja, want dat maakte hij het meeste mee. De kinderen werden niet uit school gehaald. De kinderen werden uit hun huis gehaald. En er woonden in mijn straat, nou... En misschien wel 40% Joodse gezinnen. Maar was je dan niet bang om naar huis te gaan? Of was je niet bang dat jou dat ook kan overkomen? Nee, in het begin had het die klank nog niet. Het was een heel raar fenomeen. Als je wel eens van zo'n kind hoorde... van dat ze een bericht hadden gekregen dat ze weggingen... dan leek het wel alsof ze een beetje opgewonden waren. En dan denk je, wat gaan die beleven, weet je? Dan was je... Je voelde bijna een soort jaloezie eigenlijk. Van, ja, wat zij gaan meemaken, dat maak ik niet mee. En dat is bizar. Ja, dat is bizar. Ja. Dat had ik in het begin. Later niet meer natuurlijk, toen wist je wel beter. Maar als kind van, wat was ik toen? 10, 11 of zo. Had je dat. Als we door de school lopen, komen we ook bij de gedenkplaat met de namen van de overleden schoolgenoten. Was that right after the earth was still fresh, that my sister goes and apologizes to my mother and to her mother-in-law, who's also a survivor of the Holocaust, for the death of her son. Op 29 september 1943 wordt het hele gezin van Nanette door de Duitsers opgepakt. In het kamp Bergen-Belsen wordt haar familie gesplitst en vermoord. Nanette blijft als kind alleen achter.
Na de oorlog moet ze haar leven zonder familie weer helemaal opbouwen. In de eerste tijd, toen ben ik werkelijk bijna gek geworden. Om te denken dat ik dus helemaal alleen was. En geen ouders en geen huis en niks. En toen op een dag ben ik wakker geworden. Toen heb ik gezegd, dat kan niet. Hè? Niemand wil een gekke bij zich hebben. Dus, Maar het was heel moeilijk, want er was geen uitzicht. Ten eerste was ik 3 jaar lang in een ziekenhuis. En heel zwak. En het heeft 1 jaar geduurd voordat ik dus pas dat ik weer het eten verteren kon. Als ik at, dan liep het er zo uit. En de trauma van de kampen gaat nooit weg. En de nachtmerries gaan ook nooit weg. Dat kan haast niet, want de hersenen hebben geen... Het is niet een computer, hè? Met delete. Staat niet. Ja. Zou je soms willen, Sally, dat er een delete-knop zat? Als het de herinnering helpt om dit te voorkomen, waar dan ook, en er gebeuren vreselijke dingen in de wereld, dat mensen die in Nigeria of in Soedan of waar dan ook weten wat een begin is van een grote moord die dan uit kan lopen in een, dan helpt het dat het bestaat. Dus ik ben tegen delete. Ik wil ook gelijk weten wat jij na de oorlog bent gaan doen. Hoe ben jij terechtgekomen? Want dat is het meest opvallende aan deze klas. Als jullie allemaal iets van je leven zijn gaan maken daarna. Ik was vrij gelukkig dat ik ben ondergedoken. Mijn moeder is opgepakt. Teruggekomen uit het Westerbork. We zijn gepakt. Heel gruwelijk. Twee moorden in één uur. En we zijn teruggekomen. Ik herinner me de eerste maanden in Amsterdam, tussen juni en september, terwijl op straat overal buurtfeesten waren. Mensen dansten, 5 jaar oorlog waren voorbij. En van die tijd af is eigenlijk het leven steeds beter geworden. We zijn daarna naar Israël gegaan, ook om positieve redenen. Het was dus niet alleen maar uit weggaan, maar ook naar een nieuw land in opbouw. Dat toen sympathieker stond in de wereld en ook in mijn gedachten. En ik heb daar een gezin gesticht. Ik heb een carrière gemaakt. Ik ben nu al 10 jaar... Ik rentenier dus. Ik ben een emeritus. Jij bent professor in de scheikunde. Ja. En jij in de natuurkunde. Ja. En je geeft nog steeds les. Nee, oh. Wij moeten met pensioen als we 65 zijn. Maar ik heb een tafel en een kamer. En tot vandaag ben ik werkzaam. Hoewel ik besloten heb in 3 maanden de sleutel terug te geven. Ah. Over, jullie worden ook allebei genoemd in het dagboek, hè, van Anne. Ja. Want ze had op een van jullie twee een oogje, volgens mij. Ik pak hem er heel even bij, want dat is wel een heel grappig fragment. Zelfs al op de kleuterschool was mijn sympathie gevallen op Sally Kimmel. Dat ben jij. Hij had geen vader meer en woonde met zijn moeder bij een tante in. Een neefje van Sally was Appie. En die twee waren meestal samen en meestal gelijk gekleed. Ja, dat hebben we gezien met die korte broekjes. Ja, ja. Appie was een knappe, slanke, donkere jongen die later een toonbeeld van filmheldigheid geworden is. Kijk eens aan. En die steeds meer bewondering opwekte dan de kleine, dikke, blonde gezelligaard. Met o zoveel humor die Sally was. Maar ik keek niet naar knapheid, maar hield jarenlang erg ver van Sally. Als je me gevraagd had, wie van je kennissen zou je het meest geschikt vinden om mee te trouwen, dan had ik geantwoord, Sally, want bij hem is het goed, rustig en veilig. Ze hadden goede smaak. Maar jij hebt daar nooit wat van gemerkt. Nee, ik heb het pas na de oorlog geleerd. En ik heb de vader gevraagd, wist jij het dan? Zo, natuurlijk, want ze huilde een keer toen je iets kan brengen en wegging.
huilde. En toen zei ik, waarom? Hij is toch gekomen? Hij heeft je het huiswerk gebracht en zo. Toen zei ze, ik heb speciaal een nieuwe pyjama aangedaan. Hij heeft niets gemerkt. Ik keek niet naar pyjama's. Toen niet. Prachtige anekdote. We gaan een beginvraag beantwoorden. Wie heeft er 140 spelletjes gemaakt? Dat is Theo. Om te zien hoe dat helemaal dat verhaal zit, moesten we wel voor naar Tel Aviv. Ik ben in 1955 uit Amsterdam vertrokken. Ik wilde eens een halfjaartje naar Israël toe. En ik ben op een bromfiets gegaan. Door heel Europa naar Haifa. En zo kwam ik naar pakweg een paar maanden in Israël aan. Theo is eigenlijk van plan om in Nederland het drukkersbedrijf van zijn vader over te nemen. Maar in Israël ontmoet hij Ora. Hij wordt verliefd op haar en de twee trouwen in 1958. Well, it was a dislike on the first sight. Really. But we managed somehow to become friends later. Very shy, very polite, just the opposite of the Israelis, I would say. That's why we didn't like each other very much in the beginning. Because we are just the opposite. Ze mogen dan allebei erg verschillend zijn. De twee vinden elkaar in het werk wat ze doen. Ora bedenkt spellen en Theo maakt er een prototype van. Ze zijn bijvoorbeeld de bedenkers van Wie is het? En hebben inmiddels 140 spellen op de markt gebracht. Ora die had een idee en we maakten elke keer een nieuw prototype. Tot we het per slot van rekening het zo hebben gemaakt dat het met een scharnier gaat. En toen zei die fabriek, ja, dat willen we. Het spel is uitgegeven in heel veel landen, dus er zijn er wel een paar verkocht intussen. Ja, dat gaat met de miljoenen per jaar zelfs. Niet miljoenen dollars per jaar, maar hoe dan ook miljoenen exemplaren per jaar. Hoe dan ook, maakt wel wat geld voor ons. En dat is wel leuk. En dit is eigenlijk mijn werkruimte. En ik heb diverse instrumenten, maar eigenlijk is dit alleen maar voor mij. Ik heb geen werklui. Ik ben het zelf. Ik kan een speelgoedwinkel vinden en daar vind ik ons spel. En ik geloof niet dat er erg veel mensen in de wereld zijn die dat gevoel kunnen hebben. Dat hun artikel overal te krijgen is. En dat is verschrikkelijk leuk. Het is echt zo. Theo is trots op wat hij heeft bereikt. Hij heeft het goed nu. Maar hij heeft nog veel herinneringen aan de moeilijke tijd die hij als klein jongetje op het Joods Lyceum beleefde. Een van de hele verschrikkelijke dingen was dat we op één dag op het Joods Lyceum alle kinderen die achternaam begon met een A, die waren er niet meer. En dat was wel een zelezware hint. De volgende dag met kinderen met een voornaam B. En onze achternaam begint met een C. Dus het was toen of onderduiken of naar een kamp gaan. En mijn ouders hebben dus besloten om te gaan onderduiken. Theo duikt onder in Vaassen bij de familie van Beek. Hij heeft het daar relatief goed. Maar hoe ga je als kind om met de angst te worden verraden en opgepakt? Die onzekerheid van wat er over een uur haast gaat gebeuren. Uh,
vind het een beetje moeilijk. De vraag is misschien legitiem, maar ik weet er geen antwoord op te geven. Zijn vrouw Ora vertelt over de gevolgen van de oorlog voor Theo. I have my observation. I'm not a psychiatrist or whatever. But it did affect him. Look, he had to hide who he is, first of all. So he's always with every person, he's like that. Don't go too near, don't bother me. He's not, especially in Israel, where people are very open. He's a closed person. And I guess it's because of that time, in many ways. He had to hide his identity. Theo wil ons nog iets laten zien. Naast zijn spelletjes maakt hij beelden. Nee, ik vind eigenlijk dat we onze droom, als we die ooit hebben gehad, aan het leven zijn. Want we hebben een verschrikkelijk leuk leven. We maken geen oorlogstuig. We maken tuig dat kinderen over de hele wereld amuseert, leuk vindt. En we krijgen allerlei reacties van allerlei kanten van dat mensen graag met onze spelletjes spelen. En dat is een verschrikkelijk leuk gevoel. Wie heeft dat spel eigenlijk? Of wie heeft het wel eens gespeeld? Mijn kleinkinderen. Ja, de kleinkinderen, niet ik. Ja, de kleinkinderen, ja, natuurlijk. Ja, bijna iedereen. Maar nooit geweten dat dat van Theo afkwam. Nee. Beb, hoe ben jij terechtgekomen? Wat ben jij na de oorlog gaan doen? Getrouwd, kinderen? Ja, getrouwd. Ik ben in de oorlog mijn man tegengekomen in de hongerwinter. Ook nog? We hadden niks en mijn man was ondergedoken. Nou hadden we alleen elkaar. En altijd bij elkaar gebleven? En altijd bij elkaar gebleven. Ja, jij bent een van de emigranten. De helft van de klas is naar het buitenland geëmigreerd. Jij bent naar Canada gegaan. Ja, inderdaad. En jij bent daar ook hoogleraar, nee? Wat? Ja, ik ben, ik ben in 1992 ben ik emeritus geworden. Maar ik geef nog steeds les, ja. In welk vak? In vliegtuigbouw. Wel rustiger aandoen dan de normale lestijd. Ja, oké. Okay. Maar nog wel vol in functie. Ja. Ik wil even... Jaap en Rolf, jullie zijn nog steeds bevriend met elkaar? Ja. Hoe ja. vaak zien jullie elkaar nog? Komen we op de vloer? Nou, ik denk 7 keer per jaar, hè? Ja. Dat zijn de vrije dagen van de NS. De vrije... Want wat gaan jullie dan doen? En dan gaan we wandelen of fietsen of steden bekijken. Nostalgische tour door onze oude buurten waar onze ouders en grootouders gewoond hebben. Ja, hartstikke leuk altijd. Wat leuk. Ja. Ja. En wat zijn jullie geworden? Wat, Ik ben dierenarts geworden. In Hilversum. Maar ik ben alweer 15 jaar uit, hoor. Ja, dus niks. Wat hij gewoon maar even doorgaan, dat is niks voor jou. Nou, ik heb nog wel een aantal jaar homeopathie voor dieren gedaan. Dat was meer een hobby eigenlijk. Dan, okay. Daar verdiende ik verder niks mee. Ja, wat ben jij geworden in het leven? Ja, ik ben begonnen vroeger bij Mees, Mees en Hopen. Daar ben ik later directeur geworden. En ook directeur van de beleggingsmaatschappij Fortis Obam. En toen ben ik de laatste 7 jaar ben ik naar ING. En dan ben ik directeur beleggingen geworden. En dat, maar daar ben je nu helemaal klaar mee? Ik ben al 17 jaar weg. Ook alweer? Ja. Ja. We gaan nog een klas, we gaan nog een beginvraag beantwoorden. Want wie bestookt de politici over de hele wereld met brieven over onrecht? Nou, dat antwoord kregen wij in Italië, in jouw vakantiehuis. Enorm druk, want ik heb dus die correspondentie met Vrij Nederland gehad. Ik heb hier in Italië heb ik een heel belangrijk politiek tijdschrift aangeschreven.
Ik heb dus een, denk ik, ik weet het ook niet, maar ik denk dus dat ik uit de oorlog een bepaalde rebellie heb overgehouden. Hè? Dat ik daar dus slachtoffer was en al dat onrecht wat ze hebben ondergaan, al die vreselijke dingen. Daar heb ik dus een bepaalde rebellie van overgehouden. En die bepaalde dingen, die accepteer ik niet. Onrecht en hypocrisie, dat kan ik heel slecht verdragen, ja. Ja, en voor het onrecht, ik bescherm dus altijd de mensen die onrechtmatig behandeld worden. Zo neem ik nu, dat het zigeunerstelletje in bescherming. Letty steunt een zigeunergezin in haar woonplaats Genève. Ze komt op voor de zwakken in de samenleving. Ze geeft geld of schrijft brieven naar overheden om aandacht voor ze te vragen. Ze kan zich kortom niet zomaar over de problemen in de samenleving heen zetten. Ja, natuurlijk is een soort een opstand tegen wat ons overkomen is. Een opstand tegen de wereld die dat heeft toegelaten. Enzovoorts enzovoort. Ja. Letty groeit op in Amsterdam. Haar familie voelt al snel de druk van de oorlog. Letty's moeder wil vluchten naar Israël of Amerika. Maar haar vader heeft een goedlopende artsenpraktijk en wil die niet zomaar opgeven. Letty merkt al snel wat dat betekent. Nou, mijn vader mag niet-Joodse patiënten meer behandelen. Wij mochten geen niet-Joodse mensen meer ontvangen. En Annie kwam dus altijd. En we mochten niet meer naar het zwembad. We mochten niet meer fietsen, want de fietsen werden in beslag genomen. Nou, ik was dus opeens volwassen. Hè? Ik was geen kind meer. We waren in de val gelopen. Ja. En we hoopten dus dat we die oorlog zouden overleven. En dat de Engelsen en de Amerikanen ons zouden op tijd zouden bevrijden. Vader wordt opgepakt door de Duitsers en naar Westerbork gebracht. Daar moet hij gaan werken als arts. Zijn gezin blijft in vertwijfeling achter in Amsterdam. Eenmaal in Westerbork mag hij even terug naar huis om zijn artseninstrumentarium te halen. Maar wel op één voorwaarde. Maar als u niet terugkomt, dan zijn hier 10 mensen die voor u naar Auschwitz worden gestuurd. En toen kwam mijn vader in Amsterdam en toen zei mijn moeder, nou duiken we allemaal tegelijk onder. Toen zei hij, nee, dat worden voor mij. Mijn vader was een man van eer. Er worden voor mij 10 mensen naar Auschwitz gestuurd en hij is teruggegaan. Hij was een man van eer. Haar vader gaat terug naar Westerbork en niet veel later volgt de rest van de familie. Maar het gezin wordt gescheiden. Vader en broer worden naar het vernietigingskamp Auschwitz gestuurd. Letty en haar moeder moeten naar het werkkamp Theresienstadt. Daar wordt ze, zo jong als ze is, meteen aan het werk gezet. En ik werkte dus in die fabriek. 6 uur of 8 uur geloof ik. En daarna kregen we dus een soort soep. Gortsoep kregen we. En daarna ging ik met een vriendinnetje, niet met Kitty, met een ander meisje, gingen we alle gaarkeukens langs. En vroegen of we nog een lepel soep kregen. We hadden 2 rekken met pannen en dan kregen we allemaal die lepels soep. En die brachten we dan naar huis, zal ik maar zeggen. En dan gooiden we het water weg en dan hielden we het gort over. En dan hebben we verschillende families van in leven gehouden met die gort. Dat deden we 2 keer per dag. Ook, ik herinner me nog, 1 keer was het 26 graden onder nul. En het hele kamp was bevroren en wij met die 3 pannen. Al die gaarkeukens langs. En toen op een gegeven ogenblik, toen kwamen er allemaal transporten uit Auschwitz. Mensen die voor onze ogen stierven. Ik zie dat nog heel goed, er was dus zo'n open veewagen. Een jongen die lag op sterven, zijn ogen gingen omhoog. En een man die achter hem stond, die ondersteunde hem. Toen heb ik een maand lang van verdriet niet kunnen praten. Toen had ik begrepen dat Dieneke vergast was. Van mijn vader en mijn broer wisten we niets. En ik denk, een
maand lang was ik met stomheid geslagen. Vlak voor het einde van de oorlog worden Letty en haar moeder bevrijd door de Russen. Ze keren terug naar Amsterdam. Daar horen ze dat haar vader en broer de oorlog niet hebben overleefd. Tijdens een verplaatsing van Auschwitz naar Buchenwald komt haar broer om het leven. En mijn vader en mijn broer hebben moeten lopen van Auschwitz naar Buchenwald in Duitsland. We hebben 3 weken gelopen in de winter. Met alleen die gevangenispakken en klompen, zonder eten. Zonder bescherming tegen de kou. Misschien hadden ze een deken over hun schouder. Zonder rust, zonder 's nachts. Hè? En op een gegeven moment hield mijn broer dat niet meer vol. Misschien was hij zijn voeten bevroren. Ik weet het niet, wat ik koort. Ik weet niet. Heeft mijn vader hem op zijn schouder gedragen. Totdat ze hem af hebben genomen. Dat is de jongen, mijn vader hem afgenomen en voor zijn ogen hebben doodgeschoten. Toen heeft mijn vader Buchenwald levend bereikt. En die heeft toen een oud patiënt tegengekomen. En die zei, dokter De Leeuwen. En mijn vader heeft dat toen aan hem het verhaal verteld. En die heeft gezegd, ergens op de wereld moet ik nog een dochter hebben. Hij wist er niets van elkaar. En toen is hij van uitputting gestorven. En het vreselijke dus is dat mijn vader, als ze naar Amerika waren gegaan of naar Israël, had hij dat kunnen voorkomen. Met die last, een vreselijke dood eigenlijk, met die last, met die schuld, is hij dus gestorven. Of hij dat beseft heeft. Ja, dat heeft hij waarschijnlijk wel beseft. Letty heeft jaren nodig om te herstellen van de oorlog. Toch probeert ze er het beste van te maken. Ze gaat studeren in Amerika en wordt psychotherapeute. Uit een bewogen huwelijk worden 2 kinderen geboren. Na een scheiding verhuist ze naar Genève. Haar kinderen en haar kleinkinderen zijn haar meest waardevolle bezit. Ik denk aan het heden nu dat ik dus al min of meer gelukkig ben. Wat ik toch heb, wat het leven mij ten deel heeft gevallen. Ik zei tegen iemand, daar ben ik, voor die kinderen ben ik enorm dankbaar, zei ik. Ik was ook een Joodse jongen, zei die, wie ben je daar dankbaar voor? Ik kon niet zeggen God of zo, zei het leven. Het leven ben ik daar dankbaar voor, ja. Volgens mij staan jullie allemaal zo in het leven, hè? Dat je op de een of andere manier toch dankbaar bent en gelukkig. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Waarom geven jullie het leven allemaal een 9, gemiddeld? Ja, Letty? Dat is vreemd, daar heb ik wel over geaarzeld. Maar. Ik heb heel veel klassen gehad. En iedereen geeft het leven eigenlijk altijd wel een 7 of een 8. Ja. Er is geen klas die zoveel gruwelijkheden heeft meegemaakt als jullie. En jullie geven het hoogste cijfer van wat we ooit hebben gezien. Ja, voor onze kinderen en onze kleinkinderen, denk ik, ja. Klas, we kunnen nog uren verder praten. En misschien moeten we dat ook doen. Of hopelijk gaan heel veel mensen hierover praten. Ik wil jullie ontzettend hartelijk bedanken dat jullie geweest zijn. Dat jullie ons jullie verhalen nog een keer hebben willen vertellen. Verhalen die misschien zelfs nooit verteld zijn. Ik hoop dat jullie nog heel veel jaren in goede gezondheid van het leven mogen genieten. Zit je nu te kijken en denk je, ik wil hier iets over kwijt, ik wil er meer over weten. Surf even naar www.kro.nl en daar heb je een forum en nog meer filmpjes over deze aflevering. Dat komt allemaal prima voor elkaar. Klas, kom naar voren, dan zullen we proberen een zo mooi mogelijke klassenfoto te maken. Gaat het? Ja, oh jee. Ja, weet je, 81. 81, hier zo. Ik zei tegen iemand,